Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op vrijdag 25 februari de Commissie voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals, SDGs, officieel geïnstalleerd. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle 17 ministeries die ervoor zullen zorgen dat de SDGs worden geïmplementeerd op elk ministerie. De SDG-commissie wordt belast met het inventariseren en rapporteren vanuit de ministeries naar de regering toe. De ministeries zullen de volle ondersteuning krijgen bij dit project. Er zal ook een platform komen voor de samenwerking met het bedrijfsleven en de private sector. Dit project krijgt ook de ondersteuning van Nederland en de United Nations Suriname.